Deze podcast maken we samen met Joint.cc, de fietsapp voor alle wielrenners. Daydreamer, tell me about your dreams and thoughts. Zin om te fietsen, geen zin om te fietsen, toch gaan, jezelf op die fiets trekken. Regen, hitte, omhoog, omlaag, zweten, puffen, slechte poten, wonderbenen, genieten, kapot gaan, los trappen, bijtanken, douchen en door. Het leven van een renner gaat niet over rozen en al helemaal niet als je jezelf wil verbeteren. Maar hoe dan? Waar moet ik nou op letten als ik gericht beter wil worden? Als ik harder of verder wil gaan of gewoon fitter wil worden en meer wil genieten op de fiets? We gaan het hebben over trainen, eten en slapen. Op zoek naar de kennis, maar vooral ook naar de tips en slimmigheidjes waar we morgen mee aan de slag kunnen. Je luistert naar de Beter Worden podcast van Live Slow, Ride Fast. Rechtstreeks vanuit het Black Label Hotel in het prachtige Zuid-Limburg. Mijn naam is Steven Bolt en tegenover mij zitten ze, Laurens en Dam en Jim van den Berg. Lau, ja. Kan je ons eens terugnemen naar jouw eerste hoogtestage ooit? Oh, dat is wel, dat is wel echt een goede herinnering. Ja? Schreven in was er al kleuren? 18. Was er al kleuren? Ja. Ja. Nee, 2009. Ik weet nog wel. Ik was echt bizar dat je Dominique, die woont hier 30 kilometer vandaan. Jaartal weer uit je hoofd kent. 2009, ja, boom. Nou, ja. 2009? 2009? Niet eerder. Nee, want in 2008 reed ik mijn eerste tour. Hou vast. Ja. En, ik ga, en toen had ik het dus niet gedaan. En ik weet nog dat ik zo kwaad op Dominique was. Dominique Kozemans, verzorger waar ik altijd 3 keer in een week ging masseren. En we hadden mijn laatste ritje gedaan voor de Tour. Het NK was geweest op dinsdag. En we reden een beetje uit langs de Brommer. En dan ben je toch een beetje op zoek naar bevestiging. En dan zeg je, Dominique, word mijn eerste Tour. Ik heb er wel vertrouwen in. Alles goed gedaan. Gewicht staat goed. Vorige week 10 in Zwitserland geworden. Nog bergop getraind. Dan zei hij, ja, maar je hebt geen hoogtestage gedaan. Lau zei hij, dat kon wel kapot schieten. Maar hij had natuurlijk wel gewoon gelijk. Die tour ging goed. Dat ging allemaal best wel lekker. Maar toen in 2009, toen mocht ik Giro en Tour rijden bij Rabobank. Alleen toen was het nog niet helemaal alsof je, zoals nu bij Jumbo-Visma, dan rijden Giro en dan gaan ze met 8 of 9 man op hoogte. Dus ik zei tegen de ploegleiding, zou ik wel een hoogtestage willen uitproberen. Nog steeds getriggerd door Dominique. Dus ook iemand gewoon van buiten de ploeg of verzorger. Ook niet een gym of een trainer, maar gewoon een verzorger. Die zei, ja, ik zie vet veel gasten op hoogte gaan. Gym. Ga mee. En toen heb ik de tijden geboekt voor, volgens mij, moet ik het goed zeggen, hoor. Ik heb toen Romandie nog gereden. Volgens mij heb ik toen Amsterdam, Waalspijl en Luik geskipt en Baskenland geskipt. Dus ik ben toen 18 dagen in mijn eentje daar naartoe gegaan. En toen kwam ik daar boven in een hotel. Dat was toen nog een berucht hotel vol met Italianen, met Basso en die Kala. Gazzelli zat er met zijn ploeg van Aqua Saponen. Weet je dat ook weer? Op de tijden, dat Parador. Ja, Parador. Ja. Maar ik was daar aan het snuffelen en dan stond er in de garage stonden nog allemaal koffers waar Ferrari op stond. Nee, joh. Ja, serieus, met zijn wandelschoenen hingen ernaast en zo. En dat waren echt alleen. En toen weet ik ook nog, dat was het jaar dat, weet je nog, dat Karsten Kroon geklopt is door Sergei Ivanov in de Amstel. Oh ja. Ja. En een dag later was hij daar om een week te trainen. Of nee, een dag naar Vlaanderen was hij daar om een week te trainen. En toen ging hij naar huis en dan ging hij de Amstel rijden en die won daar die koers. Dus ik had hem daar zien komen trainen. En Een week ging hij op hoogstrijd. En ik was ook heel verbaasd, want ik weet, ja, ik ging we gingen een week naar Ferrari. Nou ja, Ferrari heb ik daar niet gezien. Zijn koffer stond er, dus dat weet ik echt niet. Zijn wandelschoenen wel? Ja, zijn wandelschoenen. Nou ja, van die hij stoffen. Was niet maar zagen er wel heel stoffig uit. Zagen er wel minimaal een jaar ongebruikt op. Ook nog een Gerolsteiner Coolbox stond er. Ik wil niks insinueren. Nee, oké. Maar een Gerolsteiner. En volgens mij was Telecom koffers. Maar Telecom, die ploeg bestond al 4 jaar niet meer. Maar die koffers stonden nog wel in de. Waren gewoon hele goede koffers. Of een jaar niet meer. Dit is een docu. De koffer van Ferrari. De koffer van Ferrari. Ja. De wandelschoenen van Ferrari. Als je wandelschoenen er nog staan. Wel vet. Maar ik was daar dus in mijn eentje. Waar ben je heen dan? En ik dacht, wow, ik heb toen nog een dag met Likigas mee mogen trainen. Ja. Dus met Bas. En een dag waar ze het zat, want ik had ze eraf gereden. Ik was echt wel goed. Maar ik was heel verbaasd, want het gaat meteen heel technisch, dat Ivanov op dag 1 5 uur trainde. Ja. Terwijl ik was daar met ook de input van Eugène. Dus heel rustig. De eerste dag dat hij op hoogte was. De eerste dag dat hij op hoogte was, ging er 5 uur training. En ik was met de input van Eugène was ik aan het aanpassen. Dus ik deed een aantal dagen echt wel rustig aan.
En ik weet ook nog wel dat die mannen van Liekekas veel nuchter trainden. Dus of veel, dat ze af en toe anderhalf uur voor het ontbijt trainen en dan gingen ontbijten. En dat heb ik wel ter plekke daar overgenomen. Dat ga ik ook doen. Ja, die wil ik wel over. Dus de eerste dag 5 uur trainen niet, maar wel anderhalf uur heel rustig lus fietsen voor het ontbijt heb ik wel een paar keer gedaan. Dat is trouwens ook nog een podcast waard. En ik heb Dominique een weekje laten overkomen. Dus de man die me daarheen gejaagd had, die heeft me daar ook een week echt gemasseerd. Omdat ik gewoon niet 18 dagen mijn poten vast wilde rijden. En dat heb ik allemaal zelf bekostigd. Dat was mijn eerste hoogtestage. 2009. Jouw eerste reactie? Toen pas? Nou ja, ik was mijn tweede grote ronde. Dus... Nee, we weten al wel heel lang. Of we. Ja. De wetenschap weet al heel lang dat hoogtestage wel werkt. Hoe lang? Nee, en ik... Ja, vanaf merk zijn werelduurrecordpoging al. Ja, 70 zat ik meteen aan het kijken. Ja. Dus dat weet wel heel lang. Nee, het is meer een soort van... maar Laurens vertelt het heel treffend. Inderdaad, 2008 was toen je eerste tour. Of ja, pas, ja. Maar relatief pas. En ik snap dat je in 2009 dan op je eerste hoofdstuk ging. Stap je erbij. Was het niet Lasse Vieren uit... Wat ik heel snel uit een Finse lange afstand lopen. Is dat zo? Ja. Dat is een van de eerste geweest. Die grondlegger. Lasse Vieren. Nou, vet. Waren er ook sporten die meer vooruitgeschoven waren in hoogtestage en zo? Ik weet niet of dat helemaal het onderwerp van de podcast is. Maar gewoon even een beetje historisch context. Nee, ik denk dat wielrennen hier wel echt de toon aangeeft. Ja, duursporten in het algemeen toch? Ja, maar precies. Qua een soort van trainingsleer, inspanning, fysiologie is iets... Sowieso de duursport loopt daarin wel een beetje voorop, denk ik. En ik denk dat ook wielrennen, ja, durf ik wel te zeggen, wel voorop loopt in de duursporten. Ja, hardlopen met die Afrikanen die op hoogte komt. Ja, nou ja, precies. Ja, zeker. Nee, ja, die zijn constant op hoogte. Ja, en daar gaan nu ook al die Europese lopers, die lopen bijvoorbeeld in... Meer lopen wel, ja, ook wel serieus veel op hoogte zitten lopers, toch? Ja, heel veel, heel veel. Nog meer een trainingssport dan wielrennen. Hoeveel marathons loop je op een jaar? Je kan er 2 lopen op topniveau. Op zo'n manier. Ja, op die manier is het meer een trainingssport. Ja, ja toch? Dus heb je zit een langere periodes nog op hoogte. Absoluut. In de wielrennen komt dat ook steeds meer. Maar bij het lopen, als ik Michel Butters zag of Abdi Nageye of weet ik veel. Een deel van het jaar. Die zitten 6 maanden per jaar op hoogte. Ja. Nee, een verandering die dus wel voor de profwielrenners het mogelijk heeft gemaakt om vaker op hoogtestage te gaan, is dat de wedstrijdkalender is uitgedund. Dus maar bewust ook, hè, vanuit de ploegen en vanuit de renners zijn ze eigenlijk minder koersdagen gaan opnemen. Of renners met minder koersdagen gaan belasten. En zijn ze vaker in het jaar hoogtestages gaan plannen. Ja. En nog maar 5 jaar geleden, hè, ging Ineos voor het eerst op hoogtestage voor de klassiekers. En toen was het, wat, op hoogtestage voor de klassiekers? Wat gebeurt hier? Er was toen heel veel om te doen. Dat ze namelijk een aantal wedstrijden in het voorjaar oversloegen om op hoogtestage te kunnen. Want dat is het, hè? Kijk, vroeger, toen ik voor je leer reek ieder weekend een koers. Dus je moet ook ruimte zijn. Ik niet om te rusten, zei hij, als je een weekend vrij voelt. Ja. Ik heb rust nodig. En dan, kijk, voor een echte hoogtestage heb je toch minimaal een weekend vrij nodig. Dat je in ieder geval 2 weken of in ieder daar gaan we nog over steggelen, maar in ieder geval 11 dagen. Daar gaan we over steggelen. Kijk, om alvast ons pijnpunt te bespreken. Ja. Lau wil het liefst 3,5 dag op hoogtestage en het maximale effect. Nee, dat zet ik er niet bij, hè? Nou, dat... Zet je op vliegtuigstand? Ja, ik zet hem op vliegtuigstand. Okay. Jezus. Tenzij de geluidskwaliteit van de podcast niet boeit. Hey, oké. Nou, het mag aan alle... De messen zijn geslepen. Ja. Messen zijn geslepen. Ik ga hem keihard aanpakken hier. Even voor de luisteraar. De messen zijn geslepen omdat de heren een beetje preluderend, zoals dat dan mooi heet, op een meningsverschil op dit onderwerp. Nou, we gaan erachter komen. Maar eerst... zie jij meer van jouw klanten, om het zo maar te zeggen. En dan heb ik het niet over de profs, maar over amateurs. Mm-hmm. Die het fietsen erbij doen, zou je zeggen. Op hoogte gaan? Ja. Nee. Okay. Ik bedoel, ik weet waar deze vraag naartoe gaat. Kijk, als we het nu inderdaad heel erg gaan hebben, en dat deden we nu al een beetje, over hoogtestages en wat er gebeurt nu in het professionele wielrennen. Dat is niet helemaal waar deze podcast voor bedoeld is. Misschien kunnen we dit stuk eruit knippen en ervoor plaatsen. Maar wat wel vaak gebeurt, is dat bijvoorbeeld als iemand de Dolomietenmarathon wil fietsen. Ja. Nou, bijvoorbeeld die Sella-ronda. Daar fiets je volgens mij 50% van de tijd fiets je boven de 1800 meters ongeveer. Nou, het zal minder zijn, maar
Dan zit je de hele tijd op hoogte. En dan zie ik nog wel eens wat er dan gebeurt, is dat gewoon de amateurwielrenner denkt van, nou, ik ben 3 dagen lang op 1800 meter. Dus dan ben ik mooi geadapteerd naar hoogte. Ja. Of dan neem ik dat effect straks mee naar Nederland. Dus dat heb ik dan mooi in mijn broekzak steken. Dus het raakt meer renners. En dan onderwerp. En dat soort verhoudingen in een soort van dosis-respons relatie gaan dan nog wel een beetje mank. Ja. Dus ik dacht, wat misschien leuk is om ook een podcast te wijden over, hey, hoogstage, wat gebeurt er dan en waarom dan en hoe werkt dat dan en hoe lang moet je bijvoorbeeld op hoogstage om dat effect te kunnen bereiken? Nou, mooi. Ja, dit wordt mooi. Maak ze niet wat is een hoogstage? Straks valt het tegen. Wat is een hoogstage? Ja, dus eigenlijk wat we... Want dit was tegelijkertijd al even de meest gemaakte fout van de... Een beetje wel. Ja, dus dat er eigenlijk een soort van te veel magisch effect aan hoogstage wordt toebedeeld. En wat hoogstage eigenlijk is dat je wat je wil, is dat je een verblijf op hoogte. En dat verblijf moet er echt wel zijn op tenminste moderate altitude, zoals dat heet. En dat is eigenlijk boven de 1800 meter. En te prefereren valt ergens tussen de 2000 en 2300 meter hoogte. Dat je daar voor langere tijd een verblijf plant. En wat er dan gebeurt in het lichaam is dat, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, het is niet dat daar dan minder zuurstof is. Er is gewoon evenveel zuurstof in de lucht. Maar de zuurstofspanning, de luchtdruk, is minder. Dus de druk op je longen om het op te kunnen nemen, die zuurstof, is minder. Dus wat er feitelijk gebeurt op die hoogte, is dat je lichaam minder goed in staat is om die zuurstof op te kunnen nemen. Dus het komt er een soort van achter van, hey, verrek. Ik moet harder werken. Er is minder zuurstof voor de processen in je lichaam beschikbaar. En wat er dan gebeurt, is dat het vooral meer rode bloedlichaampjes aanmaakt. Ja. De signaalstof of het hormoon daarvoor is erythropoëtine. Nou, het medicijn wat al onbekend is, EPO. Dus dan door de aanmaak van dat hormoon worden er meer rode bloedcellen aangemaakt. Betekent dat de transportcapaciteit van zuurstof in het bloed omhoog gaat. Nou, en daarmee worden jouw spieren eigenlijk beter van zuurstof voorzien. En zo kan het eigenlijk kopen, zo kan het omgaan met die lagere zuurstofspanning. Ja. En dit is overigens het hoogtestage-effect waar altijd iedereen het over hebt. Ik wou het zeggen. Rode bloedlichaampjes. Maar eigenlijk is vaak dat effect nog best wel beperkt. Het effect, de twee effecten die op hoogte belangrijker zijn, vooral ook in mijn optiek belangrijker zijn, is dat je eigenlijk vooral meer mitochondriën, energiefabriekjes, die in je spiercellen zitten om gewoon energie om te zetten, zodat je spieren kunnen werken. En dat je meer bloedvaten... Ondertussen verluistert Laurens wat in zijn oor. En dat er meer de kapillarisatie, hebben we het ook een paar keer over gehad. Ja. Dat zijn de vertakkingen van je bloedvaten. Ja. Met name belangrijk voor de trage spiervezels. Hè? Die zijn heel erg afhankelijk van een goede doorbloeding. Dus dat de kapillarisatie toeneemt. Ja. Dus kapillarisatie, mitochondriale dichtheid en een toename van... Een derde. Qua relevantie of qua impact? Of gaat het wel 80% om de kan je niet hebben, want dan gaat het er weer om. Wie sturen we op hoogte? Iemand die relatief veel trage spiervezels heeft. Die is dus meer gebaat bij een nog hogere kapillarisatie enzovoort. Oké, ingewikkeld. Ja. Hoe heeft iedereen dit? Of is het bij de ene... Dat is een hele leuke, inderdaad. Ooit nog wel eens een college ook van Louis de la Haye daarover bijgewoond. Echt de trainer. 10, 15 jaar geleden. Ja, trainer bij Laurens nog, Rabobank. Hoe heet jullie op een gegeven moment? Belkin. Belkin. Blanco. Belkin Blanco. Anyway. Burgers Possie. Er is op een gegeven moment was een beetje de consensus. Als je een hoogstage plant, dan heb je van de 4-wielrenners heb je er eigenlijk altijd een non-responder tussen zitten. 1 op de 4. Die reageert niet op die hoogtestage. Sterker nog, die wordt er misschien zelfs een beetje slechter van. En dan 1 op de 4 gaat er echt heel erg op vooruit. En 2 op de 4, mwah. En wanneer is dat? Merk je dat op de hoogstage of is dat iets wat maar twee dat, weken later? Nee, daar zijn we juist op terug. Maar het idee dat, was... Dat was de consensus. Ja, ik wou het zeggen. Dat klopt niet, precies. Toch? Nee, daar zijn we dus op teruggekomen. Wat we vooral zien is dat het wel bij de een even wat langer duurt om als je voor het eerst naar hoogte gaat. Nou, dan moet je lichaam even heel erg wennen aan die lagere zuurstofspanning. En... de een heeft daar wat langer voor nodig dan de ander. En dat betekent dat de een eventjes wat langer
trainen moet uitstellen dan dat de ander, zoals bij Liquigas dus blijkbaar, nou dat is echt het meest slechte protocol. Nee, Ivanov die kwam doen. Van Katusha. Oh. Die reed toen van Katusha, maar die trainen meteen 5 uur met Liquigas mee. Ja, maar dat zou ik niemand aanraden. Nee. Maar dat je dus dat je langer wacht. Eigenlijk is het sowieso het slimst als je aan de veilige kant wil zitten. Gewoon vooral lang wachten met trainen. Ja. En gewoon eerst lang dat lichaam adapteren. En dan pas stress op het lichaam gooien. Ik verdenk Jim ervan. Nou, wacht even voordat je gaat praten. Ik stel even wat vast voor de luisteraar. Sommige onderwerpen. Zit jij aan tafel en dan zit je zo te luisteren. En dan stel je vragen. En dan neem je de kennis van die Jim overbrengt. Neem je op. En dan trek je eigen conclusies bij. En dan oké, weer wat geleerd. En volgende keer ga ik het anders doen. Nu, je ziet ook de manier waarop je zit. Ik heb je nog nooit zo zien zitten. Alsof je het huiswerk voor de volgende week wil weten. Ik verdenk hier me vind van. Jij veel van. Hier weet jij veel van. Nee. Nou, dat je mijn notities gelezen hebt. Ja, dat is ook nog zo. We hebben een gemeenschappelijke notitie. Ja. En daar heb ik gisteren tijdens een telefoongesprek, terwijl ik op de bijrijderstoel zat. Een aantal puntjes ingegooid. Ja. En één voor één is hij ze nu voor mijn voet aan het wegmaaien en afvinken. Dat is niet waar. Dat is een schijntje. Dat is gechargeerd. Maar ik bedoel, de messen worden geslepen. Ik denk eigenlijk dat we best wel op hetzelfde pad zitten. Precies, ik denk dat de luisteraar vindt het misschien entertaining als jullie het wel of niet met elkaar eens zijn. Maar het gaat vooral om de informatie die we... Ik ben vooral benieuwd die hier over tafel gaat. Hoe komt het dat jij hier zo op aangaat? Oprechte vraag. Nee, oprechte vraag. Nee, kijk, waarom ik erop aanga is... Ik heb zelf... mijn eerste hoogtestage was 18 dagen. Dat was een soort heilige graal. Je moet minimaal 18 dagen op hoogte zitten. En 21 dagen is beter. En hoe langer op hoogte, hoe beter het is. Ik heb later Is zo max. Ja, er is een max. Want op een gegeven moment zit je heel lang hoog. En het nadeel van echt lang op hoogte zitten is... Je kan niet zo hard trainen als dat je doet als je hier in Valkenburg bent. Omdat je minder zuurstof hebt tijdens het trainen, waardoor dus je spieren minder geprikkeld worden als dat ze worden als je hier, je gaat niet daar even... Je kan niet het uiterste vragen van je spieren. Van je spieren niet, omdat je dus te weinig zuurstof hebt. Dat is een nadeel, toch? Dat is goed uit. Maar ik kan thuis ook even weg. Nee, maar echt. dat is een nadeel. En dan heb je allerlei modellen als sleep high, train low. Nou, dat kon ik dus in truck hier waar ik op hoogte ging, kon ik dat niet uitvoeren omdat daar geen low was. Dus truck hier ligt er best wel... dat is gewoon een plateau op hoogte met nog wat piekjes eromheen. Terwijl dat bijvoorbeeld in Granada wel te doen is. Dan kan je echt intensieve blokken op 800 meter doen. Nou ja, daarvan wordt verondersteld dat het bijna geen verschil geeft. Of niet heel vergeleken met als je tussen 2 en 3000 meter traint. Maar ik heb ook een keer 12 dagen op hoogte gezeten. Dan reed daarna knijterhard. En mijn Eugène, die ik al meerdere malen heb genoemd, dat is een trainer die bijvoorbeeld met Frans Maassen wel een keer tussen twee weekenden in dat deed. En altijd terugkwam met renners. Hij staat op vliegtuig. Sorry. Maar ik haal mijn puntjes erbij. Ja, die ken jij wel. Ik haal mijn puntjes erbij. Die heeft wel meerdere malen met renners of met atleten. Is hij 7, 8 dagen geweest of 10 of 12 dagen. En ze kwamen altijd goed terug. Ja. Alleen wat zijn punt is, dus het punt van Eugène. Is kijk, als je alleen gaat meten op bloedbeeld, wat Jim dus meteen voor me wegmaaide, want ik denk, als je alleen gaat meten op bloedbeeld, vind je niet als je 10, 12 dagen op hoogte bent geweest, vrijwel geen verandering in hematocriet. Exact. Vind je niet. Vind je niet. Maar wat Eugène dus veronderstelt, hij zegt, ik heb die onderzoeken, er zijn altijd onderzoeken, die worden altijd gebaseerd op bloedbeeld. Of toch wel heel vaak. Maar niet op mitochondriën en capillarisatie van je spieren. Want misschien moet je spierbiopnemen als je dat zou willen. Ja, ik weet niet waarom, maar dat zal veel moeilijker te onderzoeken zijn. Niet. Dat is niet te onderzoeken. Maar is wel te onderzoeken, maar dan moet je een stuk spier pakken. Ja, dat wil geen atleet. Die is wel effect van hoogte stage. Dat scheelt wel marginal gain gewicht. Maar wat Eugène dus veronderstelt, is dat op dat niveau in die 7, 8, 12... dagen wel veranderingen plaatsvinden die zorgen voor dat je harder gaat fietsen binnen een maand. Hij zegt wel, hoe korter je op hoogtestage gaat, hoe minder lang die effecten aanhouden. Misschien, ik hoop dat ik hem nu wegvaai, want ik zag een vinger omhoog gaan. Want als je langer gaat, dan heb je ook nog wel het voordeel van iets verbeterd bloedbeeld. Hè? Hoe langer je gaat, heb je dat. Maar
zeg maar korte hoogstages, dat die ook zouden werken. Nou, en daarom worden de messen geslepen. Want is ik ga volgende week naar Colombia. Kort en ik lang? Ga twee keer 12 dagen en niet 1 keer 20 dagen. Kunnen we die case er even bij pakken? Dat is wel een specifiek verhaal. Wat van Laurens? Nee, maar dat is wel een beetje... Dat is ook leuk, want dat vertaalt het ook denk ik heel erg goed naar de amateurwielrenner. Ja. Dus ja, weet je, wie heeft er nou tijd om 3 weken... echt effectief op hoogte zijn. Ja. Want waar Lau dan bijvoorbeeld een handje van heeft, is op het moment dat hij bij Schiphol in het vliegtuig stapt, dan is zijn hoogtestage al begonnen. Dus ik ga dan naar aankomsttijden kijken. En hoe lang duurt het dan dat hij daar op de plaats van bestemming is? En dan weet je de effectieve tijd dat iemand op hoogte is. Wacht even, nu ben ik aan de beurt. Ik heb je vinger gezien, maar die vinger die zit eigenlijk... Die kan en dan mag hij nu weer omlaag dus. Ja. Want... Heel irritant. Ook voor jou, Jim. Ja, nee, dank je. Dat was ook bedoeld zo. Ook als jij je vinger omhoog steekt. Ja, dat weet ik. Zo was het ook bedoeld. Wat belangrijk is, kijk, wat is uiteindelijk de grootste interventie op het gebied van hoogtestage? Hè, wat is de grootste verandering op het moment dat iemand op hoogtestage gaat? Ja. Is het de hoogte? Of is het feit dat iemand afgezonderd in the middle of nowhere 2 weken hartstikke goed aan het trainen is? Ja. Ja, ik denk het laatste. Dus waarom werkt ook in de eerste plaats, waarom zou 2 weken hoogtestage ook hartstikke goed kunnen werken? Omdat je gewoon 2 weken hartstikke goed aan het trainen bent. Maar het is dus zonder ook afleidingen van alles. Nee, dus maar dat is wel een belangrijke. En je huis staat daar. Ja, maar dat, daarom, kijk, alleen, en dat is, en dan ga je, nee, alleen, maar dan ga je, kijk, een en de vraag is, ook hard aan trainen, alleen de vraag is, die Laurens mij stelt de hele tijd, hè, dat gaat om een soort van dosis-responsrelatie, in hoeverre is het van belang dat je voor een hoogtestage, om echt het hoogte-effect mee te nemen, lang genoeg op hoogtestage gaat. En daar wil ik graag heel duidelijk over zijn. We kunnen erover twisten of 2,5 weken oké is, of dat het beter is om dan 3 weken te gaan. Maar het is echt wel zo dat gewoon 3 weken is daarin gewoon wel echt een optimum, zodat je vooral ook in het begin echt lang de rust kan nemen om goed te adapteren op hoogte, en dan nog ook een lange periode hebt om goed te kunnen trainen. Ja. Ik snap wat ongeacht sport, drie weken. Is het sociaal wenselijke antwoord is natuurlijk dat ik zeg, joh, 1,5, 2 weken op hoogtestage en we gaan tellen maar vanaf het moment dat je is bij, het onderzocht bij met G23, jazeker, die studies zijn. Of 8 dagen. Absoluut. Eugène had het over dat van niet. En kom ik terug bij het feit dat jij... Eugène zei, 3 weken is niet de optimale dosis voor hoogte-effecten. Is dus echt dat het richting die 3 weken moet gaan. Gast, even één ding. Laten we niet door elkaar heen praten. Maar, fucking irritant. Ja, de optimale dosis. Ik snap het. Dan zit je aan de veilige kant. Zeker, ja. Maar als jij minder tijd hebt en je gaat 12 dagen... Ja. Dat wil niet zeggen dat dat dan niet werkt. Alleen, nee, zeker wat niet. Wat Eugène zegt is, de effecten houden misschien minder lang aan. Absoluut. Hè? Maar kijk, tuurlijk snap ik, ja, als je tegen een renner zegt, joh, je hebt alle tijd, we gaan aan de veilige kant zitten, ga 3,5 week. Dat snap ik. Ja. Maar je hebt niet alle tijd en je hebt 12 dagen. Moet je dan zeggen, nee, ga dan maar niet? Of zeg je, nou, we gaan het in die 12 dagen zo goed mogelijk proberen, zodat je toch nog een soort effect hebt. En wat ik dan als trainer zeg tegen Laurens, en dat heb ik ook tegen Laurens gezegd, waar ik ook bang voor ben met deze korte hoogtestages, is wat er dan juist gebeurt, gaat er de eerste dagen te hard getraind worden. En dan rij je zelf aan puinpoeder. En dat is, en dan zegt Laurens, ja, maar ik ga al vanaf 2009 op hoogtestage, dus ik heb die ervaring enzovoort enzovoort. Nou, daar wil ik ook best in meegaan. Maar dat is een soort van Lau zet zijn telefoon voor me. Te veel trainen. Wat is het meest gemaakte fout? Dat is wat Eugène van de amateur. Want de amateur die misschien... Het kost geld. Je gaat op hoogte. Je gaat een week of je gaat 10 dagen. En je begint meteen te hard te trainen. Omdat het nou een keer geld kost. Maar en je zit op hoogte. Nou, te veel. Jij pakt weer een van mijn puntjes. Maar wacht even. Als je een week gaat, dan moet je... Even klem dicht allemaal. Anders is er echt geen... Heerlijk dit. Maar er is anders echt geen touw vastknopen. Is niet de discussie die we hebben een theoretische aan de ene kant, namelijk die van Jim, die zegt, ja, je hebt 3 weken, dat is gewoon het optimum. Er zijn onderzoeken naar gedaan, regelt maar. En Lau die zegt, ja, 3 weken, dat is misschien het optimum, maar misschien pak je wel in die laatste week nog maar 3%. Ja, dan is even praktisch gezien het optimum wel 2 weken, omdat je dan laat je die 3% liggen. Praktisch dan gezien, ik reed dus inpassen. Bij toen Sunweb, Tom die konden ze 20 dagen uit een programma halen. Chet Haga ook. Ja. Lau moest Baskeland rijden en Romandie rijden. Ja, tussen die twee koersen in zit 14 dagen. Van die 14 zat Lau er 12 op hoogte. Ja.
en ik reed een hele goede Romandie en een hele goede Giro. Is het dan, het maakt mij niet uit wat dan de adaptatie. En misschien komt het inderdaad dat ik 12 dagen afgezonderd was en goed aan het trainen was. Maar het werkte wel. Ja. En dat is dus mijn punt. Als je dus inderdaad dat te veel trainen in het begin, want wat Ivanov deed, dat was gekke werk. Dat juich ik ook echt niet toe. Maar wat er dus veel gebeurt is, je boekt een hotel op de tijden. Nou, dat kost, weet ik veel, 100 euro per kamer per nacht. Dan boek je je vliegtuig. Nou, dat kost allemaal geld. En je bent bloedfanatiek omdat je een Giro moet gaan rijden. Ja, wat dan het gevaar is, dat je denkt, ja, het heeft geld gekost en ik heb alle tijd om hier te trainen, want alles is uit mijn leven gebannen, behalve mijn fiets en dat hotel en dat bedje op hoogte. Dat je veel te veel uren gaat maken in die eerste week. Als je dat dus helemaal niet doet, denk ik dat je nog steeds ook van 12 dagen significant kan verbeteren. Ja, ja, dat maar is mijn... zou je ook bijvoorbeeld 12 dagen kunnen kijken? Jij gaat bijvoorbeeld nu naar Colombia. Ja. Dat is een best wel bitse vlucht terug. Hè? Het is wat verder dan vlug je naar Girona bijvoorbeeld. Stel nu je zou van 12 dagen, je zou anderhalve week gaan trainen in Girona. Hoef je niet een adaptatie door in het begin? Dat is mijn punt. Hè? Kijk, de belangrijkste interventie is dat je op trainingskamp gaat. Ik ga ook niet... En dan vraag is jij, in hoeverre is de dosis-responsrelatie van een hoogtestage van 12 dagen, met zeker ook waar je nu naartoe gaat, is dat... Nee, ja, maar laten genoeg. En dat vroeg je ook aan mij. Daar gaf ik antwoord op. Dat vroeg ik niet, Jim. Kijk, laten we duidelijk zijn. Ik ga twee keer naar Colombia. Ten eerste omdat ik het leuk vind om met Tom te trainen. Precies. Dat is gewoon de hoofdreden. Het is exact. Niet omdat ik zeg van... ik bedoel, maat, en dan heb ik 6 weken later een keer een wedstrijd als ik terugkom uit Colombia. En dan het unmount is 3 maanden later. Ik ben niet zo naïef om te denken dat ik er een unmount harder van ga rijden. Dus ten eerste, ik vind het leuk om eerst 10 of 12 dagen met Tom te trainen. En ten tweede, ik rijd daar een wedstrijd. En omdat ik dus al 10 dagen bij Tom geweest ben, belde ik jou om te vragen. Want jij wilde dat ik een week voor die wedstrijd heen ging om al genoeg aangepast te zijn om die wedstrijd te kunnen doen. Belde ik jou om te zeggen, ik ben al 10 dagen bij Tom geweest. Ik ga een week naar huis. Dus mijn aanpassing richting die wedstrijd hoeft niet een week te zijn, maar kan ik ook in 2-3 dagen doen. Omdat ik al die 12 dagen op hoogte heb gedaan, waarin mijn lichaam is gewerkt aan hoogte. Dat was de vraag waarmee ik jou belde. Dus dat was een praktische vraag, voortgekomen uit het feit dat ik gewoon lachen vind om daar eerst 10 dagen met Tom te gaan trainen. Volgens mij was de vraag vooral, ik kan op hoogtestage gaan. En is het lang genoeg? Heeft het effect? Nou, dan hebben we elkaar verkeerd begrepen. Ik bedoel... En dat is ook, maar dat is denk ik wat het belangrijkste is. Want volgens mij is dat niet deze casus. Het belangrijkste is hoe vertaalt dit zich soort van naar de amateurwielrennen. En daar gaat het er eigenlijk altijd om. En dat is zo belangrijk bij die hoogtestages. Is dat het lang genoeg is. Ja. En waar je het mis ziet gaan, en dat is soort van mijn grootste ding, is dat wanneer het tekort wordt, is dat er in het begin ook vooral te hard getraind wordt. En dan... Je gaat het gewoon mis. Maar de belasting is gewoon op hoogte. Dat is denk ik het belangrijkste. Ik denk dat we elkaar echt wel ontmoeten. Zeg maar. Wat hij zegt, dat is precies wat Cher gisteren tegen mij zegt. Maar jij zit echt aan de veilige kant. En ik denk dat het met 12 dagen ook kan. Kijk, tuurlijk is het beter om 18... Daar ga ik echt niet over discussiëren dat 18 dagen minder goed is dan 12 of 11 dagen. Daar heb je gewoon gelijk in. Alleen mijn punt is, stel je hebt 2 weken tussen 2 koersen in. Dat zie je in het huidige profpeloton. Tom doet dat veel. Je hebt 2 weken tussen 2 koersen in. Dan kan je ook maandag wegvliegen en de week daarna op vrijdag terugkomen. Dan ben je er 12 dagen geweest. Of 11 dagen in jouw rekenvoorbeeld. Dan zit je nog niet aan de 100% van het effect. Maar laten we omdraaien. Even los van wat Lau met mijn advies zou doen. Of wel zou doen. Of wat met het advies van Eugène gebeurt. Is vooral volgens mij, wat zou ik adviseren? Hè? Dus bijvoorbeeld renners die we begeleiden bij Wanty. Op het moment dat dat gat zich valt. Weken, bijvoorbeeld, ja, maar wil je bijvoorbeeld 11 dagen, niet eens 2 weken. Stel dat zo 11 dagen dat gat vallen. Zou ik dan iemand een trainingskamp op laagte laten trainen? Ofwel die hoogtestage inplannen? Dan is het antwoord heel simpel. Dan gaan we op laagte de trainingskamp plannen. Ja, om alle problemen die ik net schets te voorkomen. Ja. Nou, kijk, het gevaar is dus dat je te hard traint daar op hoogte in het begin. Ja. En dan kan je zelf overhoop rijden. Dan kan je zelf echt om zeep rijden. Ja, een beetje de rest van het seizoen klaar. Ja, ja. Dat is echt het gevaar. Dan dus kan je op laagte. Hoef je niet de eerste 3-4 dagen rustig eraan te doen. Dan gaat Jim dus wederom aan de veilige kant zitten. En ik ben natuurlijk renner en ik ben veel op hoogte geweest. En ik heb 2 keer goede ervaringen ermee gehad dat ik met 12 dagen ook goed was. dit jaar nog, ik was 2 weken, ik reed toch Leadville en Steamboat. Nou, daar ben ik in totaal 13 dagen op hoogte geweest.
Ja, 3 weken later in Norg kreeg echt hard. Nee, maar nou, voor mij kijk, is dat wel weer een bevestiging. En om Laurens tegemoet te komen, is het wel zo, en dat zie je dus ook wel, en dat zie, komt zelfs in studies terug, dat de wielrenners die vaker op hoogtestage zijn geweest, dus wat ik net ook schetste, wat er vroeger dan die non-responders werden genoemd. Ja. Dus hoe meer ervaring je hebt met hoogtestage, hoe beter je je lichaam eigenlijk aanvoelt. Wanneer je even pas op de plaats moet maken, wanneer dus niet. Het effect van je 12e hoogtestage gaat groter zijn dan van je eerste. Het probleem is ook bijvoorbeeld, je slaap is heel erg, wordt heel erg beïnvloed, hè, op die hoogte. Want je bent er niet alleen op hoogte aan het trainen, je bent vooral op hoogte dus ook aan het rusten en aan het slapen. Dus bijvoorbeeld je slaap is slecht. Dus wat ook heel goed kan, is dat je op dag 3 en 4 voel je eigenlijk wel prima. Kan je best wel trainingsbelasting aan, maar dag 5 word je wakker en voel je gewoon shit. Maar het staat in het trainingsschema wel van, we zijn nu een beetje geadapteerd, we gaan wat meer doen. Nou, de mensen met weinig ervaring gaan dan relatief te snel te veel doen. Terwijl waarschijnlijk, hopelijk, Laurens wel even naar zijn lichaam luistert en denkt van oké, doe nog even een dagje rustiger. Qua training moet je dus ook op hoogte, dat is altijd aan de voorzichtige kant zitten. Ik heb hier neergezet, op hoogte vind ik het niet erg als John zegt probeer meer te doen. Want op laagte zie ik dat niet vaak staan, laat ik het zo zeggen. De week voor de battle zie ik dat staan. Maar dat zoek je dan bewust op, omdat je iets meer uitrust. En mijn eerste punt voordat ik Shen werkte, ik zal het opnoemen. En dat is wat Jim nu net aanstipt. Meerdere korte stages werken ook in plaats van minimaal 18 dagen. Waarom? Geen idee, maar ze werken. Ja, dat heb ik meegemaakt. En ja, misschien doe ik dan net in die 12 dagen precies de goede dingen. Dat weet ik niet. En in mijn bloedbeeld zie je het niet. Maar misschien komt het doordat ik 12 dagen... Meerdere trainingskampen werken ook goed. Doordat ik 12 dagen afgeschakeld ben van de kinderen en van weet ik veel wat ik allemaal moet doen. Het zit er één gewoon een praktische... Even afgezien van de lengte dan, hè? Want dat is wel, als de lengte van zo'n stage niet relevant is, dan hebben we eigenlijk geen probleem. Maar juist omdat er een soort van schaarste optreedt in beschikbare tijd. Ik snap ook niet waarom Lauw hier op van zo boos op mij. Ik ben niet boos. Nee, je bent boos. Je klinkt boos. Ja. Ja. Boos. Nee, want kijk, het sociaal-wenselijke antwoord van mij zou ik bijvoorbeeld zeggen, joh, Lauw, dat is super, geweldig, hè? Doe dat. Alleen ik zeg van weet je, gewoon voor echt die hoogte-effecten, los van trainingseffect. Want inderdaad, trainingskampen werken, afgeschakeld kunnen focussen op het trainen, dat werkt. En mijn enige soort van punt erin zit, is dat je even in het begin, en dat noemden we vroeger die responders en die non-responders, echt even pas op de plaats moet maken en goed naar je lichaam moet luisteren. En ik wil er echt aan dat Laurens met zijn 12 jaar hoogtestage ervaring dat voor zichzelf heel goed aanvoelt. Maar ik zie het wel gewoon bij zeker neoprofs, gasten die voor het eerst op hoogtestage gaat juist dat stuk mis. Ja. En is dan die en juist dat komt ook voort vaak, dat een hoogtestage krap is, tussen bedrijven doorgepland, tussen koers doorgepland, of nu moet gebeuren, of het is duur, of ze moeten het zelf regelen, dus het wordt dan maar korter gemaakt. En dat ze dan uit zenuwen meer gaan trainen. Meer vooral te vroeg te veel gaan doen. Mm-hmm. Eigenlijk zeg jij, het nou alleen als je echt de tijd hebt. Ja, precies. Dat je echt de tijd hebt, dat je dus en wat dan ook heel belangrijk is, dat je echt de tijd hebt om te adapteren en dat je ook echt de tijd kan nemen om bijvoorbeeld in trainingsbelasting heel langzaam uit te kunnen bouwen. Ja. Waarbij ik ook nog wel de toevoeging wil maken, dat wat mijn ervaringen ook met hoogtestages zijn, is dat je juist ook door te trainen in die hele lage zones, eigenlijk vooral echt alleen maar wit te trainen, dan bouw je die mitochondriën, die bouw je capillarisatie. Dus ik snapte ook niet zo goed waar die opmerking van Laurens net vandaan kwam. Ik bedoel, dit is wat ik twintig jaar zou overdreven zijn. Ja, wel een beetje pissig over. Is dat je juist daar die mitochondriën bouwt en die capillarisatie bouwt. Juist gewoon vooral op die hele lage intensiteit. Maar dat je dan wel in die uren steeds meer gaat uitbouwen over dan het liefste 3 weken hoogtestage heen. Ja. Maar jij zegt dat heeft geen effect. Maar ze meten toch die spieren niet. Dus misschien zit daar wel meer capillarisatie en meer mitochondriën. En voel ik dat dus na een 12-daagse stage al? Want dat wordt niet gemeten, zeg je net, of onderzocht. Ja. Dus misschien zit daar dan het effect, wat ik bedoel, dat ik harder ga rijden toch? Misschien, maar nogmaals, is niet ook gewoon het grootste effect van een hoogtestage dat je op trainingskamp gaat? Maar dat weten we. Gewoon dat je traint. Ja, oké. Okay, maar wat we wel weten we is dat wanneer je te vroeg te hard traint, dat het dan misgaat. Dat het dan ik ook. Oké, mannen, we gaan naar. Het is heerlijk om te volgen. En volgens mij gaan jullie er niet uitkomen. Maar het levert wel een hoop waardevolle informatie op. Laten we die proberen nu al een beetje plat te slaan naar de luisteraar. Misschien een idee. Ja. Hoogte tent. Man.
Shortcut. Zet gewoon een hoogte tent in Oudorp. Ja, is een hoogte tent een shortcut? Volgens mij is het best wel een investering. Ik heb het neergezet. Je hebt toch het hoogtehotel van Klopnef? Dat staat nu in alle kranten, toch? Ja, is dat waar die polderpubers zijn? Ja, de polderpubers zijn gegaan. Daar is nu een hotel gebouwd in Spanje. Waar je dus kamers kan instellen tussen de 2000, de voordelen van het hotel. Het werd allemaal door Victor Kampenaars beschreven in dat artikel. Je kan de kamers tussen 0 en 3.500 meter instellen. Ze hebben één extra kamer dat voor hun een woonkamer is. Zodat je niet alleen maar op je eigen kamer zit op hoogte. Dus je kan ook samen eten. Ze zijn meer uren per dag op hoogte dan in een hoogtetent. Want in principe lig je daar alleen 's nachts in. En het moet minimaal 12 uur zijn. Dus dan ga je om 8 uur naar bed. En dan lig je er tot 8 uur in. En zoals Kampenaars zei, dan ligt er een pisbak naast je. Want zodra die rits open gaat, dan ben je 400 meter lager. Ja. Een soort cake. Dus een shortcut is dat hotel wel. Nou ben ik ben best wel benieuwd naar Jim's mening over hoe een hoogte. Want daar halen ze dus wel zuurstof uit de lucht. In plaats van dus dat die zuurstofspanning lager is. Ja, dus daar is niet. Dus precies. Dus wat je daar doet is dat de luchtdruk eigenlijk gewoon hetzelfde is. Ja. Alleen je zuigt eigenlijk als het ware die zuurstof af. Ja. Dus er is minder, het percentage zuurstof is dan minder. Maar voor het lichaam is het dan overeenkomstig met een bepaalde hoogte. Ja. En een hoogtetent werkt in principe. Alleen waar het vaak misgaat, is het controleren op dat je lang genoeg in die hoogtetent zit. En dit is dus wel eigenlijk de oplossing. Als je een hele leefomgeving hebt, dat je op zo'n heel langere tijd op zo'n hoogte kan zitten. Dat is wel, want eigenlijk moet je 12 tot 14 uur anders in een hoogtetent blijven. Er zijn wel profs overigens die dat in het verleden ook wel gedaan hebben. Maar ja, dan ga je natuurlijk sociaal helemaal. Maar een vraag. Want jij zegt een hoogtetent werkt, maar je traint dus niet op hoogte. Dus die mitochondriën en die capillarisatie, wordt die dan beter? Want ik heb het idee dat het alleen je bloedbeeld is. Want ik heb het idee dat die mitochondriën en die capillarisatie vooral beter wordt als je op hoogte aan het fietsen bent. Of nee, niet is dat een verkeerd idee? Nee. Is dat sowieso, al ga je in een hoogtetent liggen vanzelf? Nee, in principe zou dat gewoon op dezelfde manieren moeten kunnen werken, mits je lang genoeg dus op die hoogte dan verblijft. En juist het fijne wel is van het live high en train low model, is dat je dus wel een grote trainingsbelasting aan kan op laagte. Een grotere trainingsbelasting dan op hoogte. Alleen kijk, het is ook weer in dit geval. Want dat is dit, herstel, dit hotel is live high. Ja, maar dus door het live high principe, je herstel wordt gewoon, en dat doe je dus op een hoogtestage, dat wordt heel erg beperkt. Het grote voordeel van het hotel is, als je een dag jezelf echt kloten voelt, of dan zet je hem op 1800 meter. Ja. Weet je, een Kampenaars kan dus op 3000 meter slapen. En Florian, die voor het eerst op hoogte gaat, die kan op 1800 meter slapen. Ja. Dus je kan binnen een ploeg differentiëren. Terwijl je normaal lig je naast elkaar in dezelfde kamer. Dan ligt het de eerste en tweede verdieping, is niet zoveel verschil, zeg maar. Ja. Dus dat is wel het grote voordeel van dat hotel voor ploegen, denk ik. Dat ze daar een beetje mee kunnen spelen. Of je kan iedere dag 200 meter hoger gaan slapen. Dat is wel. Ik durf hem bijna niet te vragen, maar er gaan hele hordes elk jaar een week wintersport. En dan komen ze terug en dan ga je met ze fietsen. Ik noem geen namen. En dan zeggen ze, oh man, ik ben echt ik ben net op hoogte geweest. Ja. Wintersport. Ik denk altijd van, jeetje, is dat nou wel echt zo? Nou, moet je je voorstellen dat je mensen dus, die gaan naar hoogte. Dan gaan ze super actief zijn op die skis. Dan drinken ze na een liter bier. Ja. Nee, hij heeft wel gezien. En dan een week. Ja, nee, maar dat is een onwijze impact op het lichaam. Ja. Dat mensen soms even moeten bij. Nee, maar ook nee, dat je dus gaat sporten. En goed, dat je dus ook nog op hoogte bevindt. Ja. Dat is best wel. Dat is behoorlijk veel stress, gooi je dan dus in die week op het lichaam. Ja. Dat mensen soms even moeten bijkomen van de wintersport, is dan niet verwonderlijk. I need a holiday from a holiday. Ja, precies. Maar even het hoogte-effect. Nee, van dosis responsrelatie van een week. Is nagenoeg nul. Ben je gewoon niet lang genoeg op hoogte. Wat dus bijvoorbeeld ook, hè, wat ook een manier is dat deed Merckx. En dat heeft hem uiteindelijk naar eigen zeggen bijvoorbeeld zijn carrière gekocht. Nee, is dat je juist, je kan ook als je wil gaan voor een maximale prestatie op hoogte, juist niet geadapteerd op hoogte gaan. Want wat er ook een beetje gebeurd is wanneer je op hoogte gaat, is dat je lichaam eigenlijk een soort van zichzelf begrenst. Met name ook de eerste dagen. Maar het duurt even voordat het dat doorheeft. Dus wat Merckx bijvoorbeeld deed ook bij zijn werelduurrecordpoging, is juist heel laat die kant op. Dan heeft dat lichaam dat nog mooi niet door. Kan je het nog een beetje voor de gek houden. En dan dus die maximale inspanning. De eerste dag ga je best hard fietsen. Ja. Alleen dat moet je juist niet doen.
Exact. Ja, nou, eigenlijk je lichaam een beetje. Maar daarna gaat het lichaam, wat gebeurt hier? Even een beetje normaal doen. En Merck zegt uiteindelijk dat hij daardoor eigenlijk te diep is gegaan. Dat is zo'n anekdotisch ding. Dat hij zijn lichaam naar de kloot heeft gegaan. Ja, en dat ook zijn carrière daarna nooit meer hetzelfde is geweest. Ja, hè? Dat is geloof ik zijn punt. Ja. Oké. Vliegtuig. Luchtdruk in een vliegtuig. Volgens mij leef je officieel op 2000 meter als je in een vliegtuig zit. Nee. Ja, dus vandaar dat ik vanaf de startbaan al... Jezus Christus. Maar een gewild vliegtuig is 10 kilometer hoogte, toch? Nee, maar de luchtdruk komt overeen met... dat is wat ik... Is dat zo, Drout? Maar overeen met welke hoogte? Met 2000? Ik kan het nu wel even googlen. Maar hij staat op vliegtuigstand. Maar daar komen we straks... Dus jij, daarom mag je vanaf de gate mag je vertellen. Oké, wat mooi. Wat is de... Die hebben we eigenlijk nog helemaal niet besproken. En dan gaan we langzaam naar de conclusies en de afrondingen. Wat is eigenlijk de winst die er voor de amateurwielrenner te halen is? Nou, stel dat hij alles goed doet via het boekje en hij is responder. Of zij. Ik vind vooral de winst is... Want ik denk dat de amateurwielrenner... Responder of niet responder bestaat dus niet meer... als je maar gewoon lang genoeg rustig traint. Dus dus niet meer. Okay. En het truc is dus iedereen die eigenlijk naar hoogte gaat... of die bijvoorbeeld ook de Sella-ronde wil doen... wat ik net al zei, de Dolomieten... dan zit je heel veel rond die 2000 meter. Hou er gewoon rekening mee dat het lichaam lang nodig heeft... om te acclimatiseren naar hoogte. Hoe lang, laten we even in het midden. Ja. En dat het vooral, dat je vaak ook die eerste dag je nog goed voelt. En dat het allemaal lekker gaat. Maar dat het echt wel 3, 4, voor sommige mensen wel 5 dagen echt heel rustig aandoen is. Om dat lichaam goed te laten acclimatiseren. En doe je dat niet, ga je, want dat is het wel. Denk je van, ik sla het allemaal in de wind. En ik ben toevallig op 2000 meter hoogte. En ik ga gewoon lekker een trainingskamp voor mezelf inplannen. Wat er dan wel echt kan gebeuren is dat die overbelasting, dat is dan niet iets van dan kom ik thuis en dan doe ik even een weekje rustig aan. Nee, dat kan echt maanden voortslepen. En dat is eigenlijk het bekende verhaal van een aantal profs die ook op een gegeven moment hebben besloten, ik ga nooit meer op hoogte stage door dat soort ervaringen. Die dan echt dan zagen hun seizoen helemaal in rook opgaan. Het belangrijkste is dus, we echt lang rustig aan, 3, 4 dagen. Ja. Maar ik bouwde dat op. Eerste dag 1 uur fietsen, tweede dag 2 keer 1 uur fietsen, derde dag 2 keer 1,5 uur fietsen en dan een rustdag en dan of dag 4 nog 2 keer 2 misschien en dan een rustdag. En ik deel dat in tweeën in, omdat dan kon ik altijd 's middags voor mezelf bepalen, oké, ik ben van vanochtend 2 uur echt naar de kloten, ik doe die middagtraining niet meer. Snap je dan? Ja. Dat is makkelijker om... Ja. Je doseert wat meer. Om te doseren. Als sturen. Als je 's ochtends vertrekt voor 2 uur... dan is het lastiger om hem af te breken... als dat je 2 keer een uurtje gaat die dag. Want dan kan je de middagtraining altijd nog. En dat was wel... Dat was hoe ik het opbouwde. De eerste 4 dagen, 2 keer fietsen op een dag. Zie je nou net schudden? Of was dat naar de stagiair? Was naar de stagiair. Oké. Conclusie. Hoogste stage werkt. Voor je rode bloedlichaampjes. Voor je mitochondriën. En voor je capillarisatie. Mm-hmm. Dus niet alleen vanwege het natuurlijke EPO. Ik zat dan wel te denken wat je net zei. En dan is dan een hoogtetent precies hetzelfde als op hoogtrainen? Nee, want het is natuurlijk wel... Je zit ook wel echt gewoon minder lang in die hoogtetent. Je gaat niet in die hoogtetent trainen. Nou, dit is wel voor mij een opener. Ik ga het nog even... Ja. Ik dacht dat die capillarisatie vooral van op hoogte fietsen... verbeterde in je spieren. En als dat blijkt dus niet zo te zijn. Maar dat... Of het exact hetzelfde is inderdaad nog wel een goeie. Jim, weet je wat je eigenlijk moet doen? Het antwoord op deze vraag in de debrief zetten. Of in de volgende aflevering. Ja, kunnen we in de debrief zetten. Ja, dat is wel leuk. Doe eens even debrief vertellen wat dat is. Ik ben sowieso... Ja, dus wat dat we altijd doen na de podcast... die dan op zondag live gaat... is dan komen er altijd nog vragen binnen... via YouTube of via Instagram... en dan schrijven we een artikel over... en dat publiceren we dan op vrijdag. Ja, dan geeft dus ook ruimte om wat dingetjes op te zoeken... die misschien niet helemaal bijvoorbeeld zeker is. Dit hoogtestages en bijvoorbeeld echt spierbiopten... Ja. Dat is er wel eentje... in hoeverre bestaan die onderzoeken? Durf ik eigenlijk wel in te vullen. Vooral ook in hoeverre bestaan dus ook spierbiopten van wielrenners op hoog niveau. Ja, wielrenners met name op een hoog niveau laten niet zo graag een stukje spierweefsel afnemen. Er is ooit dat onderzoek geweest van Steven van der Zwaard, wat naar spierweefseltypes. En toen had hij echt bijvoorbeeld ook Jan-Willem van Schip, en volgens mij ook Taak van de Hoorn, die lieten toen een stukje spierbiopte opnemen. Daardoor was dat echt een super tof onderzoek. Mm. Dat wielrenners van dat niveau dat daar meewerkte. Maar
Ja, dat met hoogtestage bijvoorbeeld en dan ingezoomd op mitochondriale dichtte en de capillarisatie zou wel een hele leuke zijn. Misschien moeten wij dit onderzoek dan op gaan zetten. Met Victor Kamp, met Victor Kampenaerts als Ga maar vast, Jim, we komen zo. Oké. Wil je meer weten? Of wil je meteen met Join aan de slag? Check dan de link in de show notes, in de podcast app of op liveslowridefast.com. Dan wordt dat allemaal haarfijn uitgelegd. 2 weken gratis Join. Bovenop die 2 weken die je toch al krijgt, maandje gratis trainen, toch lekker. Vergeet ook niet als je er even uit moet. Met je vriendje of vriendinnetje. Vriendjes en vriendinnetjes. Het kan allemaal. Tess wilde ook. Ja? Nou, ja, dat kan. Tess was fucking jaloers. Dat, ik heb nu een ja, maar het is ook lekker, toch? Ja, ze zei, wanneer gaan wij naar Black Label? Ja, maar het is... Hier komt die, het is. Ik wil gewoon ook een keer een weekendje met naar Black Label. Ga je weer? Weet je? Ik zeg, ja, sorry lief, ik moet werken. Volgens mij hebben we het in de vorige serie ook al gezegd, maar die setup die we hier hebben, die, ja. is toch... Die is gaaf. En zelfs in lockdown is die iets goed. Zeker. Voelt een beetje als vakantie. Aan de gul. Als je raam 's ochtends overdoet, zie je zo dat kleine stroompje wat een paar maanden geleden stroom, nog een hele grote stroom was. Woestelende rivier. We moeten het zonder de pokeballs doen, maar gelukkig staat zo meteen als we naar beneden lopen wel die IPA voor ons klaar. Hoop ik zo. Zeker. Of we stappen meteen in de auto naar een restaurant, maar dat hebben we niet gezegd. Oké. Wil je ook naar Black Labels Hotel? Ga dan naar blacklabelshotels.nl/LizzLowRideFast en check dat arrangementje. Met de code podcast pak je dan ook nog eens mooie korting. Doe dat echt. Succes verzekerd. We zijn er doorheen. Dankjewel Jim. Dankjewel Lau. Strijd zonder beslist. Misschien dat de debrief het laatste woord geeft. Ja, gaat ik heb laatste... alle vertrouwen, jongens. Hij gaat dat laatste woord wel pakken in de debrief, hoor. Ja, maar ik heb echt alle vertrouwen. Ja. Dit zei Lau. Dit is mijn respons. Hij had ongelijk. Ik had gelijk. Zoiets zal het wel worden. Ja, cool, een keer les. Wat zit je rechtop, Jim? Ja, mooi. Maar luister, jij stond ook aan. Oké, tot de volgende keer. Tot de volgende week. En tot die tijd. Beter worden. Beter worden. Beter worden. Let's live this song. Oh, let's live like this song. Change the chords. But don't turn none away. Why look?